De horeca gaat mogelijk vanavond al voor onbepaalde tijd om middernacht dicht. Volgens diverse bronnen gaat het kabinet dat vanavond bekendmaken. Dit vanwege de explosieve stijging van de coronabesmettingen. De gemeente Groningen is hierin de absolute koploper. Vandaag werden er 402 besmettingen gemeld en dat is opnieuw een record. Landelijk waren er bijna 7000 besmettingen. Vooral jongvolwassenen lopen het virus op en in de nachtkroegen vinden de meeste besmettingen plaats. Het vertaalt zich nog niet echt in ziekenhuisopnames, maar de kans bestaat wel dat Nederland snel op rood staat. En dat heeft gevolgen voor de vakanties, want er kunnen reisbeperkingen voor Nederlanders komen.